We gaan op het veld met Jans en mijn auto. We moeten achteraan op de wild zijn. Ergens met een grote eikenboom. En die gaan wij nou zoeken. Goedemiddag, Jan. Hey. Zijn er eikers op staan? We zijn een auto gaan doen. Wij zijn benieuwd hoeveel eikers er van in de grote boom vallen. Ongeveer, hè? Ongeveer. Ja? We hebben een vierkante meter. En dan gaan we de vierkante meters even opmeten. En hoeveel vierkante meter hebben we? En we hebben de ene vierkante meter net opgerapt. Die hebben erbij gestaan. Deze zijn er 600. Allemaal van de ene vierkante meter hier. Moet je kijken, je zaait hier het eigen stap liggen. En als je ziet waar hier op de grond ligt, moet je hier eens kijken. Ja, hier liggen er ook. Het is zaait. Zaait. Deze jaar zijn er heel veel uit. Heel veel. Op nul? Ja. Ja, dat is wel meer dan 2,5 kilo per vierkante meter. Ja, dat zijn dus ongeveer 600. 600, we hebben ze net opgeropt en geteld. Dan gaan we even de vierkante meters even nemen. En dan weten we ook hoeveel eikels aan gewicht hebben ze in de boom. We hebben net opgemeten, 10 bij 10. Dan komen we aan de vierkante meters, 100 vierkante meter. 100 vierkante meter. Ja. Maal het gewicht, dat is 2 kilo, die in 1 meter. Maal 2,5 kilo. Dat is 2,5 kilo. 250 kilo. 250 kilo eikels van Zinnenboom. En dan hangen er nog veel aan. Hangen er veel aan. Dus het zijn er toch veel. 250 kilo. Dan hebben we nog 600 per vierkante meter. Dus we zitten aan 6 keer die 100 meter. Ja. Ja? En 60.000 eikels dan. Ja. Dan komen we eens op 60.000. Nou, deze is de rozenbottel. Een heel schone plant, ziet u wel. Het is ook een vrucht waar ook wel eens gelei van gemaakt wordt. Ja, jam. Jam. En het is ook een vrucht die is heel dankbaar. Of ja, de vogels zijn er heel dankbaar voor. Want als je hier zijn ding open maakt, dan zit vrijwel heel weinig vruchtvlees in. Maar heel veel pitjes, kijk eens, allemaal pitjes. Dat is allemaal familie van de rozen. He. Want ze hebben ook allemaal stekels. De stengel die zit vol stekels, dat is net een rozenstruik. He. Die zit ook vol stekels, daar is ook familie van. Ja, ik ken hem nog. Ja. Zie je niet? Ja, hey, nou. Dat is van het grondwater, hè? Ja, dat is een putje van voor de regeninstallatie, zo of zo dan ook. Ja. Maar hoe hoog staat het grondwater? Weet ik het ongeveer? Ik heb de laatste tijd niet meer gekeken, maar het zit 9 meter diep in de grond. Ja? Dan kan wel eens kijken, ik heb er een pijlstok liggen. Kijk eens even, ik zeg benieuwd hoe het grondwater staat. Oh, je hebt een goede pijlstok. Ja, hier heb ik mijn pijlstok. Een paar jaar geleden heb ik dat gedaan. En toen was eigenlijk een heel normale periode. Het was geen hoog water, het was niet droog, het was niet te nat. Ik denk, het is nou een schoon ogenblik om de pijl een pijl vast te leggen. En toen heb ik hier opgeschreven, normaal pijl. Dus als je bij dat pijltje staat, is het niet te droog en is het niet te nat. Zo voor mijn eigen gevoel dan, hè? Ja. Dat zullen we nou eens kijken. En hij is 9 meter diep. Goed, hij is 9 meter diep. Kijk maar, ik heb deze hier bovenaan gedaan. Dat kunnen we zeggen, wel, hij kan niet dieper. Hè? Nee. Hier het pijl. Het is toch vrij laag, zie je wel, want hier is een normaal pijl. Oh, normaal. En dan zit hij nog 30 centimeter onder. 30 centimeter onder. Dus het grondwater staat eigenlijk te laag. Te laag eigenlijk, ja. Ja, dat kan toch niet. Hij geeft niet meer aan. Hij geeft niet meer aan. Ja, deze klopt precies. Want hier staat dus. Het zijn wel perioden geweest dat net vorige week toen het al heel veel regende. Ja, dat zit allemaal boven in de grond. En dat, zodat dat naar beneden gezakt is. Ja, dat duurt het. En dan verdampen het weer wij natuurlijk. Ja, ja. Hier zitten vier glijtjes in. Ja, dat bedoel ik.
Kijk, hier zitten inderdaad wel wat in. Kijk, zie je? Ja. Het kan ook zijn dat er veel te veel kleintjes aan hangen, dat je een boom te weinig energie heeft om in elke welke zomaar een stijl in te laten groeien. Zeker, dat is ook een snasje. Kijk, we hebben hier de herfstverzameling. Ja, zo kun je het wel noemen, hè? Ja, dat noem je. Sterrenappels, erkels, kastanjes. Het is nou najaar en alle bomen die vruchten kunnen dragen, die hebben we ook gedaan. En we hebben hier een beetje een klein overzicht van gemaakt. Ja? We hebben hier mispelen, we hebben hier hazelnoten. Hazelnoot. We hebben hier de ekels van de Amerikaanse eik. Amerikaanse eik. Ja. Een extra grote, zie je wel. Van de Inlandse eik. Inlandse eik. Je kunt duidelijk het verschil zien. Al mooi, hè? Die Inlandse eiken die worden een paar jaar geleden nog geropt allemaal. De mensen gingen allemaal die ekels erop om ze in de handel te verkopen, maar dat is eigenlijk allemaal voorbij. Je ziet niemand meer op. Deze zijn de paardenkastanjes. Dat zijn die grote, hè? Dat zijn die grote, deze zitten. Dat zijn mooi, hoor. Ja. Dat kun je gewoon, zijn eetbaar gewoon. Maar je kunt er nog iets meer mee doen, want dat kan Janus Horfijn uitleggen. Er zijn mensen die dragen dus kastanjes in de broekzak. Ik heb ook verdorigheid. En waarvoor? Ja, dat is dan tegen rheumatiek, zeggen ze. Niet dat ik rheumatiek heb, gelukkig niet, maar niet zo. Ik doe het verdorigheid. Nee, dat is dan van de tamme kastanje. Maar er zitten ook weer een paar van die kleintjes. Die kleintjes in, die we net gezien hebben. Maar goed, daar hebben we het er straks allemaal over gehad. Ja. Hier gewoon de walnoot. De noten die ook rijp zijn nou en volop afvallen. En de bukenootjes. Deze zijn de bukenootjes. Kijk, deze is de baast, waar ze in zitten. Ja, mooi. Kijk, ja, zeker. Gewoon van die, van die gulstjes. Heel mooi. Kijk, en deze zijn de nootjes. Deze zijn de nootjes. Die zijn lekker. Dat zijn de tamme kastanjes, die kunnen goed eten. En die zijn soms wel gewild bij de mieten. De soep is lekker, jongen. In de soep? Nou. Ja, bij wild ook, hè. Wild vlees. Kastanjes voor me. Ja. Ja. Ik heb van week de kastanjesoep op. Die is lekker. Oh. De wispelen uit. Ja, de wispelen. Ja? De meeste mensen zullen ze al wel gezien hebben een keer, want daar hebben we het al eens meer over gehad. Maar het is nu eigenlijk de oogsttijd, het is half oktober. En dan zijn ze nog niet rijp, hoor. Nee, nee. Maar de vrucht is dan toch allemaal gevormd. In ieder geval. Als ze rijp moeten worden, rijp wild laten worden aan een boom, dan moet ze eerst een nachtvorstje of wel twee nachtvorstjes gehad hebben. Dan worden ze zachter en die huid die wordt gemoeiger en de inhoud die wordt een beetje meliger. En dan komen ze eigenlijk pas tot de volle rijcht. Dus een paar keer de nachtvorst erover. Deze zijn te vroeg geplukt, maar die leek dan de nacht in de diepvries. Datzelfde. En dan zijn ze ook bevroren. Ja. Het is een vruchtje dat heel rijk is aan vitamine C. Dat stond ze bekend. Het is een heel vitaminerijke vrucht. Ja. Het spreekwoordje is zo rot als een mispel. Maar er moet er rust de vorst over geweest zijn, anders worden ze niet rijp eigenlijk. Rijp. Ja. En ze worden in hotels schijnen ze ook veel gebruikt te worden tegenwoordig bij vleesgerechten. Gelukkig best. En bij, je kunt er ook moes. Maar je kunt er ook gelei van maken. Ja. Ik heb van iemand een potje mispelgelei gekregen. En eens kijken. Een mispel. Ja. Ja? Ga hem open. Nou, lepeltje uit. Jan ook een lepeltje? Jan ook een lepeltje? Tuurlijk. Nou, en echt een lepeltje? Dan schept hem eens een keer door. Ja, dat is echt lekker, hè? Oh, je keek eerst naar jouw gezicht. Ja, ja, ik ben de vuurproever. Ja, vuurproever. Dat is heel lekker. Ja, die is niet heel lekker, die is verrekt lekker. Ja. Toch heb je het al meegegeven. Nou. Heel lekker. Ja. 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 Brood. Op het brood, hoor. In een restaurant, dat is natuurlijk nog een keer apart. Over de smaak. Laat mij nog eens proeven. Ik heb toch een klein lepeltje. Ja, dat hebben ze pas gedaan. Ik moet wat drie jaar vatten, dus ik klaar ben. Dat
Petjegooi, Petjegooi al dicht. Jazeker, je ziet het lang komen. Ja, en zo heb ik lang met een grote lepel. Dat is toch dicht. Maar het is in ieder geval heel lekker gelijk. Ja, heel lekker. Lekker op de boterham of misschien zijn de vlauwe. Je moet het nooit te veel vatten alleen, hè? Nee. We moeten meer dan meisjes hebben. Nou, alsjeblieft die klets zeg. Ja, dat is toch geen klets. Dat is de meeste wie de humor. Nou, leven de lepel we wel in. Ik moet mijn lepel inleveren. Moet je goed krijgen een man in beeld. Dat gaat allemaal verkeerd. Geef maar gauw hier, want het is het is goed. Maar we gaan verder wel lekker is. Maar dan hebben we hier ook nog een paar oude appenrassen. Deze is, dat zijn de sterrenappels. Dat zijn de echte sterrenappels, echte sterren, de sterke staan er bovenop. Laat eens kijken. Nog niet erin bijten, want ik ken jou. Wacht maar eens even. Smaken hier nog hetzelfde als vroeger uit? Nee, ze smaken bij jou helemaal niet. Deze is echt een heel oude appelras. Dat zijn de Rabouw-appel. Nooit van gehoord? Nee. Ik ook eerst niet, maar... Smaken die? Het zijn op zich zijn het een beetje onogelijke appeltjes. Ja, harde appeltjes. Het zijn appeltjes, maar je kunt ze ook heel lang bewaren. Ja. En vroeger stonden ze wel wat meer bij de mies, bij de boer, naar de, in de bogen, maar de mies hebben geen bogen meer. Maar je kunt ze heel lang bewaren en dan leg je ze op zilder, onder een paar kraten. Oh ja, dat was vroeger, die appels op zilder. En op een zeker moment, dan, als ze daar al een paar maanden gelegen hebben, dan worden die huid een beetje rimpelig. Ja. En het vruchtvlees wordt een beetje geelig. En dan kwamen ze eigenlijk pas tot volle smaak. Ook voor appelmoes zijn het geweldige goede appels. Ja. Nou, deze zijn vier heel schone appeltjes, zeg maar. En... ik heb het maar uit de overlevering van onze vader. Onze vader zei, dat zijn wijnappeltjes. Ja. De wijnappel? De wijnappel. Ja. Ja? Dus ja, dan neem ik gewoon dat dan eens. Dus het zijn schoon. Maar die ook, werden ook weggelegd. Maar ze rotten vlugger als de deze. Deze moeten vlugger opeten. Je kunt ze wel een tijdje bewaren, lekker koel in de kelder. Maar mensen hebben ook niet zoveel kelders meer. Maar in de kelder kunnen ze nog maar lang bewaren. Dan tot de eind in de winter. Maar dan krijg je weer de smaak van wijn, hè? En dan gaan ze ook weer een beetje verkleuren en zo. Dat is de smaak een beetje rimpelig geworden. Het liggen worden maar, dat zijn echt oude appelrassen, want wij hebben ze al van, ja, toen ik nog een manneke was, een heel klein manneke. Gaan wij deze appeltjes al? Dat waren wij een appel. Jongens, het was weer voorkomen herfstachtig deze ronde. Ja, ja. Mooi in de herfst. Ja? Ja. Goed, maar leuk. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. De herfst in volle glorie. Ja. Volop in de gewas. Ja. Dus tot de volgende keer, jongens.